Welkom bij een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Ook vandaag natuurlijk de kritische vrienden, maar eerst praat ik met Sander Tros over Stappen in Tiel. Welkom Sander. Ja, dankjewel. Hoi. Stappen in Tiel, bedoel je dan lopen in Tiel of uitgaan in Tiel of stappen maken? Stappen in Tiel is uitgaan in Tiel. Dus lekker een terrasje pakken, hapje eten, of naar de kroeg. Het kan allemaal in Tiel. Ik heb zelf de indruk dat er niet zo heel erg veel te doen is in Tiel, maar jij kennelijk een andere. Dat is eigenlijk ook waar ik het hele initiatief mee ben begonnen, ongeveer een jaar geleden. Ik hoor ook van mijn vrienden en vrienden van mijn ouders om me heen, Tiel ja, is niet veel. Het wordt nog steeds gezegd en op heel veel verschillende manieren, maar ook over het uitgaan in Tiel. Maar als je om je heen loopt in de binnenstad, je ziet heel veel cafés en kroegen, restaurants, nou van alles en wat. Er is van alles te doen. En hoe ga jij dat onder de aandacht brengen dan? Nou, ik ben dat nu onder de aandacht aan het brengen via mijn website www.stappenintiel.nl en via social media hoop ik letterlijk laten zien wat is er nou te doen vanavond. Volgende week, volgende maand. En dat is eigenlijk vrij breed. Kijk, stappen is voor iedereen. Dus als ik met mijn vrienden ga stappen, nou, dan gaan we een avondje naar de kroeg. Mijn ouders gaan bijvoorbeeld naar het Agnietenhof. Mijn oma wil ergens een kopje koffie drinken op een terras. Stappen is voor iedereen en zo ook de website. Ga je de website ook specificeren in leeftijdscategorieën of gewoon in het algemeen van een restaurant of een café of dat soort zaken? De website is onderverdeeld in meerdere categorieën. Dus eerst de komende evenementen, daarnaast acties en aanbiedingen en natuurlijk de horeca. Dus alle restaurants, alle cafés en kroegen. En dat is dan weer opgesplitst in sushi-restaurants, Nederlandse restaurants. Van alles, alles wat er te krijgen is. Ja. Je gaat voor ons ook iets leuks doen. Ja, tenminste, dat denk ik dat het leuk is. Dat is wel ontzettend leuk. Ik heb met Regio TV Tiel besproken dat binnenkort de agenda ook op Regio TV Tiel te zien is. Dus altijd wat is te doen, ziet het ook op tv. En waar haal jij je informatie vandaan? Komen bij wijze van spreken de middenstanders ook naar jou van goh, we hebben een evenement? Of moet je er Zeker, echt helemaal achter? Kan ook. Ja. Het gebeurt eigenlijk allebei. Ik krijg regelmatig berichtjes van, nou, kan je dit plaatsen, kan je dat plaatsen. Ook van horeca overigens. En ja, voor de rest, ik zie zelf natuurlijk ook van alles voorbij komen op social media. Dus dat wordt geplaatst, ja. En welke website ga ik bezoeken als ik nou iets leuks wil doen komend weekend? Stappenintiel.nl. Tiel aan tafel. In Tiel aan tafel gaan we het nu hebben over Samenwel. Welkom Ilona. Samenwel, wat is Samenwel voor initiatief? Samenwel.nl is een initiatief van de bibliotheek samen met de GGD en Ziekenhuis Gevierland. En het is eigenlijk een soort digitaal platform waarin we een website hebben met gezondheidsinformatie allemaal gegoten in filmpjes, zoveel mogelijk beeldmateriaal. We hebben ook een Facebook die binnenkort online gaat. En we hebben overal in de regio schermen staan bij bibliotheken, huisartsen, apothekers, waar ook die gezondheidsinformatie allemaal weer naar voren komt. Dus dat is het pakketje. Nou, je had het natuurlijk al over dat het informatie is in de vorm van een filmpje. Die heb ik van je gekregen. We gaan er nu even naar kijken. Ik ben Anke Jaarsma. Ik woon in Tiel en ik ben 65 jaar. Wij gaan 's morgens om 10 uur gezellig met z'n allen koffie drinken en praten over de afgelopen week. Weet je, we zetten de wekker, we leven er helemaal naartoe. Een beetje op tijd naar bed, want morgen moet ik beginnen. Ik moest van de dokter veel bewegen omdat ik aan mijn hart ben geopereerd. En ik vond het zo leuk de eerste keer dat ik gewoon gebleven ben. Er zitten ook vrouwen die, hoe zeg je dat, moslim zijn. En er zitten ook vrouwen die dat niet zijn, maar ze kunnen met elkaar heel goed vinden. Dus dat is het en denk ik dat het zo samenhorig is. Er kunnen er nog genoeg bij en mogen nog wel meer dames komen. Het zou gezellig zijn. Jullie hebben niet alleen over het sporten of het bewegen filmpjes gemaakt, waarover nog meer?
Allerlei thema's die met gezondheid te maken hebben. Dus bewegen, maar ook voeding is een belangrijk onderwerp. En eigenlijk ook gewoon sociale activiteiten zijn gewoon heel belangrijk om je lekkerder te voelen. En van daaruit je ook gezonder te voelen. En waarom besluiten jullie dan om filmpjes te doen in plaats van voorlichtingsteksten? Nou, voorlichtingsteksten die bestaan er eigenlijk heel erg veel. En als je kijkt naar gezondheidsinformatie, dan zie je gewoon heel veel websites met lappen tekst. En je ziet door de boom het bos niet meer. En voor mensen die hoogopgeleid zijn, die kunnen dat toch nog wel tamelijk goed vinden. Maar als je wat meer moeite hebt met lezen, dan is het wel een probleem. En dan is een filmpje gewoon veel makkelijker en toegankelijker. Dus vandaar. Ja. Ja, en in de regio hebben we natuurlijk best wel een hoge laaggeletterdheid. Ja. Dus het is eigenlijk best heel verstandig. Ja, en buiten de mensen die laaggeletterd zijn, voor iedereen is het lekker om te kijken naar een filmpje. En van daaruit te kijken van, hey, is dat wat voor mij? Dan kan ik kijken van, wat is er dan in de buurt voor een aanbod waar ik aan mee zou kunnen doen? En dat is ook allemaal heel gemakkelijk gemaakt op de site. Zodat je heel snel bij die sportvereniging bij jou om de hoek kan komen. En je zegt voor iedereen is het toegankelijk, van jong tot oud? Ja, het zijn in principe activiteiten voor volwassenen die erop staan, volwassenen en ouderen. Dus er staan geen kinderactiviteiten op, maar voor de rest wel. Dus het voor iedereen. En moet je bijvoorbeeld met het samen eten je nog inschrijven of kan je dan gewoon aanschuiven? Er staan allerlei activiteiten op meer cursusaanbod, zeg maar, waarvoor je voor langere tijd inschrijft. Maar er zijn ook losse evenementen. En je kunt op de site precies zien hoe dat werkt en hoeveel het kost. Maar het zijn allemaal zo laagdrempelig mogelijke activiteiten. Voor iedereen toegankelijk. Voor iedereen toegankelijk. Dan nog één keer de website, zodat iedereen kan kijken als ze dat zouden willen. Dat is www.samenwel.nl. Dan is het nu weer tijd voor onze kritische vrienden. En we vragen ons af of alle gebeurtenissen filmen en op foto's vastleggen wel ethisch verantwoord is. Wat denken jullie, heren? Nou, om het vast te leggen vind ik ethisch wel verantwoord, maar om het te passen en te onpassen te publiceren, dat is een ander verhaal. Maar wat zou er dan wel mee moeten gebeuren, denk jij? Nou, je kunt op een gegeven moment gebeurtenissen vastleggen waar de politie een hoop aan kan hebben. He, dus als er een ongeluk gebeurt of er is een aanslag of weet ik veel en het wordt gefilmd, ja, dat kan later gewoon van enorme invloed zijn op het onderzoek. Dus in die zin vind ik daar niks mis mee. Op het moment dat men daar gewoon om commerciële redenen of om gewoon sensatiebejag dat ergens neerzet, ja, daar ben ik absoluut op tegen. Zou jij zoiets doen? Nee, ik zou het persoonlijk niet doen. Maar je ziet natuurlijk wel om je heen dat alles gefilmd wordt. Een vechtpartijtje op school wordt meteen gefilmd, wordt meteen op internet geplaatst. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel het probleem van de moderne media. Aan de andere kant, ja, het is wat het is. Je kan dingen niet meer geheim houden tegenwoordig. Dat zie je aan alle beelden die uitlekken. Alles wat er gebeurt komt op internet. Ja, ik denk dat het de tijd is waarin we leven en dat we daar niet niks aan kunnen veranderen. Hoewel, aan de andere kant denk ik, op het moment dat je naar een Nederland gaat waar mensen bij wijze van spreken langs de snelweg stoppen om te filmen, gaan we dan niet een beetje ver? Zou je niet eerst je medemens moeten helpen? Nou, ik vind het wel. Ik vind dat wat jij zegt van nou, we moeten het maar accepteren, want het is nou een keer zo en dit is de moderne maatschappij, noem het maar op. Daar ben ik het gewoon niet mee eens. Ik denk dat er gewoon ook in de opvoeding en op scholen best mag worden bijgedragen. Dat hij gewoon ook een kwestie is van normen en waarden. En dat je dus sommige dingen gewoon niet op internet zet. En niet gewoon je erbij neerlegt dat het dan toevallig zo is. En het wat jij zegt, van ja, langs de snelweg iets lopen filmen. Ja, prima voor de bewijsvoering, maar niet voor de sensatie. Nooit niet. Maar waar gaan we het dan droppen? Want ik zou niet weten waar ik een filmpje naartoe moet sturen, zodat het bewijs is voor een politie of voor een brandweer of wat dan ook. Is moeilijk hoor. Ja, de politie vraagt natuurlijk altijd, heeft u iets gezien? Laat het weten. Ja, en dat kan gewoon via een e-mail. Via Facebook kan er zelfs een filmpje toegestuurd worden. De vraag is alleen wat ermee gebeurt. Ja. Er worden heel vaak filmpjes geplaatst van winkeldiefstal. Er wordt heel veel op gereageerd. Geen aangifte, dus we kunnen er niks mee doen. Dus de politie moet de omschakeling maken. Ja. Kunnen filmpjes toegestuurd worden? Dat is natuurlijk geen probleem. Kan op allerlei manieren. Ja. Alleen het moet ook gebruikt gaan worden. Je hebt een heel goed punt. Want te vaak gaan mensen die werken wel mee, wordt er uiteindelijk niks mee gedaan. Mensen raken gefrustreerd en zeggen, ja, de volgende keer laat me zitten.
Net zoals bij het doen van aangifte. Het moet serieus genomen worden. Als mensen dus iets serieus gefilmd hebben, moet in ieder geval teruggekoppeld worden naar degene die het gefilmd heeft, wat daarmee gebeurd is. En niet afdoen als van ja, oké, we gooien dit zaakje op de grote hoop en we zien straks wel. Want dat werkt niet stimulerend. Dus terug naar de stelling, filmen en foto's maken, ja, maar niet zomaar overal op Facebook of eigenlijk de sociale media plaatsen. Ja, ben ik mee eens. We zijn het eens. Ja. En we zouden kritisch zijn toch als vrienden? Een saaie aflevering. Ja, wel een saaie aflevering, maar het is weer niks. Ja. Je kan het natuurlijk ook eens zijn met elkaar. Ja, en toch nee, je uiteindelijk zijn we het hebben. Nu eens. We hadden gewoon wel nuances in het verhaal, dus wat dat betreft. Ja. Nou, super. Dank jullie wel, heren. Ja, graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Tiel aan tafel. Natuurlijk zijn we de volgende week weer. Tot dan!